Goed. Dus welkom iedereen. We zijn hier vanavond samen voor de informatievergadering van de bypass in het kader van de Oosterweelverbinding. Ik ben Geert Morel, ik ben adviesverlener voor het departement Omgeving. Ik geef nu een korte inleiding die daarna gevolgd gaat worden door een meer technische uitleg en, van het project zelf. En Dieter Vertongen gaat daarmee beginnen en daarna volgen collega's van Lantis, van Rocco en van het studiebureau. De vragen die daar gesteld worden tijdens de presentatie, zoals Piet heeft toegelicht, die kunnen jullie dan typen en daar wordt dan ofwel op het eind van de vergadering worden hernomen en komt er een antwoord op, en anders volgt dat later. Nu, de omgevingsvergunningsaanvraag, die betreft nu een project waar het nog niet goedgekeurd meer voorhanden is. En wij zitten ondertussen aan een projectinhoudversie 5. Even eens verder kaderen. Nu, de Vlaamse overheid, die is de vergunningverlenende overheid, doordat het gaat over de aanleg van autosnelwegen en er zijn nog een paar andere meerplichtige activiteiten. Nu, deze omgevingsvergunningsaanvraag bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Het enerzijds een stedenbouwkundig luik, dan gaat het over de ingedeelde inrichtingen, dus ja, onder meer de werfactiviteiten en de exploitatiefase. En er zit ook een deel met vegetatiewijzigingen. Nu, het dossier heeft al een voorgeschiedenis. De eerste keer werd dat in maart 2023 ingediend. In de loop van het traject werden bijkomende stukken dan aangevraagd door ons als vergunningverlenende overheid. Die stukken die werden toegevoegd. En dan in augustus werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard. En dan startte daar voor de eerste maal een openbaar onderzoek van augustus tot september. Nu, in de loop hier van dit verhaal heeft het team omgevingseffecten, dat is het vorige team MER, die hebben nu gevraagd om het MER, dus het milieueffectrapport, aan te passen. En dat is ondertussen nu ook gebeurd. Onze gewestelijke omgevingsambtenaar heeft het wijzigingsverzoek, waarbij dat onder meer het MER werd toegevoegd, heeft dat aanvaard. En dat heeft nu als gevolg dat eigenlijk de lopende procedure wijzigt. En er wordt extra tijd gegeven om de beslissing van deze vergunningsaanvraag te nemen. Alles gaat op met een 60 dagen. Nu, ja, zoals jullie weten, we zitten nu met een tweede informatievergadering. Want de eerste keer als de aanvraag ingediend werd, werd er al een informatievergadering gehouden. Maar nu, omdat dus, ja, het meer aangepast is, moeten wij dat nu opnieuw doen. Dat heeft ook tot gevolg dat er ook een nieuw openbaar onderzoek gehouden wordt. En nu worden ook alle adviesvragen opnieuw gesteld aan de adviesinstanties. En die gaan een advies geven richting de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. En de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie die komt in januari, komen die samen. En dan wordt deze aanvraag besproken. En daar volgt dan een globaal advies van. Rekening houden met alle adviesinstanties hun input. En de datum waarbinnen dat er een nieuwe beslissing genomen moet worden, einddatum is 4 februari. Dus de minister moet tegen dan ten laatste beslissen. Ja. Nu, deze informatievergadering, dat is gewoon wettelijk verplicht. En ja, wie is er daarbij aanwezig? Dus de aanvrager, de stad, bevoegd bestuur en adviesinstanties. Tijdens de eerste 10 dagen van het openbaar onderzoek wordt deze informatievergadering gehouden. Dus het openbaar onderzoek is reeds opgestart en daarom zijn wij nu hier samen voor deze informatievergadering. Nu, het doel hiervan is om nu de gewijzigde omgevingsvergunningsaanvraag even te kaderen. Want er zit nu al aan een nieuwe projectinhoudversie 5, dus er zijn bepaalde wijzigingen dan doorgevoerd. We gaan ook even kort overlopen wat dat de uitgebrachte adviezen zijn. En jullie kunnen dan ook vragen stellen aan de aanvrager en of aan het departement. Het verslag van deze informatievergadering wordt opgemaakt door de stad. Ja, dat is hier de rechtsgrond, maar dat is minder interessant. Nu, de uitgebrachte adviezen die gaan we nu niet allemaal overlopen, want dan komen we in tijdsnood.
Maar die zijn allemaal opvraagbaar via het publiek loket, het omgevingsloket, kunnen die allemaal bekeken worden. Want ja, er zijn natuurlijk een heel aantal adviesinstanties bevraagd geweest. Dat gaat dan nu over de adviezen die al zijn binnengekomen voor het gewijzigde MER. Dus zoals je ziet, dat zijn er een heel aantal en die kunnen jullie allemaal consulteren. Nu, zoals Piet heeft toegelicht, kunnen de vragen gesteld worden niet via de chatfunctie, maar via die knop van de Q&A of vraag en antwoord. Als die vraag er zich toe leent om meteen beantwoord te worden, dan kan dat op het eind van de presentatie kan er snel via de chat een antwoord gegeven worden. Ofwel wordt dat mondeling hernomen. En als dat niet kan, dan volgt er schriftelijk een antwoord. En al die vragen en antwoorden worden ook bekendgemaakt. Nu gaan we het hebben over de procedureverloop. Het openbaar onderzoek is reeds gestart. We zijn hier nu vandaag samen voor de informatievergadering. En 5 december is het openbaar onderzoek afgelopen. Nu, de vragen kunnen tot 5 dagen na deze vergadering nog doorgestuurd worden. En een antwoord ten laatste kunnen jullie dat verwachten 10 dagen voor het einde van het openbaar onderzoek. Maar waarschijnlijk dus wel sneller. Als er nog vragen zijn, kunnen die gemaild worden naar de stad. Jullie zien hier het e-mailadres. En de presentaties en de vragen die daar beantwoord zijn en dergelijke, die komen ook op de website terecht te staan. Nu, indien jullie in het kader van het openbaar onderzoek de aanvraag willen bekijken, dan kan het ofwel ter plaatse bij de stad in Den Bel, maar enkel op afspraak. Maar eigenlijk is het nog veel gemakkelijker om dat via het omgevingsloket op te vragen. Met de ONV-nummer is dat zeer gemakkelijk te raadplegen en dan kan u alles gewoon digitaal rustig thuis zelf bekijken zonder u te moeten verplaatsen. Nu, als er iemand een bezwaarschrift wilt indienen, kan dat via het omgevingsloket. Er zijn zelfs filmpjes en uitleg van hoe je dat moet doen. Dat is heel simpel eigenlijk. En er bestaat ook nog steeds de mogelijkheid om niet via aangetekende zending richting de stad te sturen. En dan is het belangrijk wel het ONV-nummer erbij te vermelden voor de afhandeling gemakkelijk te maken. Dit dient dan wel te gebeuren voor het einde van het openbaar onderzoek. Nu nog even over de data's. Deze aanvraag zou 9 januari normaal gezien op de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie besproken worden. En dan nadien volgt er een ministerieel besluit. Goed, dit was mijn presentatie.